Hij is er, de nieuwe Volkswagen Transporter. Hij is krachtig, hij is zuinig, hij is schoon en hij heeft een nieuw design. Als je de grill en de koplampen bekijkt, is hij nieuw en heel herkenbaar Volkswagen. Standaard wordt hij geleverd met een 2 liter TDI Common Rail motor. En die heeft een lage CO2-uitstoot, een zuinig brandstofverbruik en toch een uitmuntende trekkracht. Tja, ik kan natuurlijk heel veel over die auto vertellen. Maar misschien moet ik dat overlaten aan de echte deskundige. Moet ik erin kijken? Hallo, ik ben Hans. Ik test nu vandaag de nieuwe Transporter. 2009 geloof ik. Nieuwe type. Hebben we rechte koplampen. Hij voelt goed aan. Hij zit lekker. Een beetje sportief is je wel. En het schakelt nog een beetje stroef, maar dat is natuurlijk omdat hij nieuw is. En ik nog niet gewend ben. Hij trekt lekker op, hij neemt goed op. Alleen is een beetje traag. Dan vanaf de week rijden zelf. Vind ik dan nou. Maar dat kan ook verbeelding zijn misschien. Maar ik mocht dadelijk het gaspedaal intrappen en dan zie ik het wel, hè? Toch? Was het dat? Oh,